Pigeons on Wheels is een idee wat ik al jaren in mijn hoofd heb zitten. Ik heb namelijk, vroeger heb ik zelf een auto-ongeluk gehad. Uiteindelijk ben ik weer uit de rolstoel gekomen. Ik ben valide basketbal gaan spelen. En daarnaast heb ik altijd gedacht van wij moeten als basketbalvereniging, als valide basketbalvereniging, onze vereniging ook openstellen voor iedereen. En met iedereen bedoel ik ook echt iedereen, ook mensen met een belemmering. Het kleine gezelschap wat we toen nog hadden, dat waren een stuk of 4, 5 basketballers, rolstoelbasketballers wel te verstaan. Die hadden zoveel lol bij de voorbereiding al. En inmiddels een half jaar later zitten we met 15 rolstoelbasketballers. In het begin was ik heel intensief betrokken bij het proces. En ik heb ze meegenomen in een aantal stappen waar ze aan kunnen denken om aangepast sporten binnen een vereniging goed te verankeren. En langzamerhand merk je dat de vereniging het steeds meer zelf kan en dan bouw je dat contact langzaam af. De rolstoelbasketballers die hebben het gevoel dat ze ertoe doen. Dat ik mijn energie ook kwijt kan, want eerder zat ik gewoon 's avonds thuis en nu kan ik 2 keer in de week kan ik gewoon lekker gaan trainen, ik kan wedstrijden gaan spelen. En eerder dacht ik dat dat voor mij gewoon niet meer mogelijk was. Het belangrijkste is gewoon met plezier basketballen en als team gewoon er staan of zitten in een rolstoel. En dat is voor ons het belangrijkste, voor mij persoonlijk zelf ook het belangrijkste. Gewoon heel veel plezier hebben in de sport waar we met z'n allen voor gaan.